Musketeers. Prins Willem-Alexander zit ongeveer, volg even met de camera, in dit gedeelte en is, zo meldt de eindredactie mij, nog steeds, ik zal het nog even doen hier, dit gedeelte is ongeveer, dus ja, Ruud kan zich zenuwachtiger maken, Jan, ja, hun beide kennis van het Koninklijk Huis zullen we straks eens op de proef gaan stellen. Hij is nog steeds niet herkend, maar dat worden die andere 16.000 toerijders ook niet. Waar gaan we heen? We gaan naar Bolsward, daar staat Theo. Op het ijs. Ja. En dan is dit Bolsward. Bolsward waar die geweldige kluwe mensen nog altijd naar beneden komt. En die kluwe mensen die is bezig met dat, met dat klunen. Want hier ligt ineens die bottleneck. Hoe kom je hier overheen? Hoe kom je hier zo snel mogelijk voorbij? Nou, het gaat in ieder geval bepaald niet snel. Want de mensen moeten hier erg veel geduld opbrengen. En dan hebben ze toch ook nog de wetenschap dat ze hierna nog zo'n 100 kilometer natuurlijk verder moeten. Het lijkt me toe dat we hier en daar eens een keertje een kijkje moeten gaan nemen bij een van de mensen. Moeten we dan ook nog bij oppassen. Een ogenblikje, meneer. Ja. Hoe gaat het? Prima. Prima. Dit is wel een opstopping, hè? Van heb ik jou daarin? Ja, ik weet niet hoe dat komt. De mensen daar die staan allemaal maar te wachten en je kunt veel beter doorlopen. En ze wachten op elkaar natuurlijk. Hè? Ja, maar je moet wel wachten natuurlijk, want je moet het kleine stukje over. Hè? Je kan niet schaatsen. Nee, maar bedoel, dan loop je hard. En sommigen wachten gewoon en dan raak ik de zaak verstoppen. Hoe laat bent u weggegaan vanmorgen? Nee, ik ben om 7 uur weggegaan. Om 7 uur weg? Nou bent u 100 kilometer ver weg. Is het de bedoeling om ook nog in Leeuwarden aan te komen? Nou, we gaan het proberen. Hè. Ben u te laat? Het is nu prachtig midden op de dag natuurlijk. Ja. Maar u voelt zich nog lekker ook? Ja, wat dacht u? Oké, dank u. Bent u in een groepje, meneer? Bent u in een groepje? Ja, met z'n drieën zijn we. Maar met van plan ook om werkelijk met z'n drieën het eindpunt te halen? Of zegt u van, we kijken tot zover we maar komen? Nee, dan moeten we elkaar duwen. We moeten elkaar duwen. Maar hoe laat bent u begonnen? Half acht. Dan zit u op 100 kilometer. Nog steeds een zonnig humeur? Of zegt u van, het wordt nou toch wel een beetje krap zo met het kijken naar de klok? Nee hoor, prima. We hebben de eerste stuk 6 uur over gedaan. En nou heb ik wat tegenwind, dus we rekenen nu op 8 uur. Dus 14 uur, half 8, 14 uur, dus half 10 binnen. Ja, die wedstrijders hoort en die zeggen van ja, het is wel aardig, maar het parcours dat zit onder het zand ook. Ja, dit soort spul. Dat remt af, ja. Dat glijdt niet. Dus we moeten korte slagen doen. Valt het nou al met al tegen of zeg je van nee, is lekker? Nee, vanochtend vond ik het erg zwaar, min 12 toen we begonnen. Toen had ik het verschrikkelijk koud. En toen dacht ik, als het zo moet. Maar op het moment dat de zon opkwam, een uur later, toen werden we goed warm. En dan gaat het goed. De stukken voor de wind, het begin, dat is wel prettig. Want dan kan je je krachten verzamelen voor het tweede stuk. Want we krijgen nu, begrijp ik, het zwaarste stuk tegen de wind in. Heb je het vorig jaar ook gedaan? Ja, ik heb het vorig jaar ook gedaan. En toen? Toen waren wij 9:15 weggegaan. En toen hadden we nog wel tijd over, maar bij Bartleheim mochten we niet meer naar Dokkum. Er stond 15 centimeter water op de Dokkumer E. En toen moesten we doorrijden naar Leeuwarden, dat wel. We hebben dus 18 kilometer dus niet kunnen rijden van die tocht. En we waren 2 uur vroeger binnen dan we wilden. Maar als je dat nou weet hè, en je begint dan weer, hangt het dan niet als een zwaard van Damocles? Nee, ja, was het 4 graden boven nul 's middags toen wij reden. Toen kregen we het gewoon warm. We hebben jekjes uitgedaan en handschoenen uitgedaan. En ik weet niet hoeveel het is, maar ik schat om het vriespunt. Met de zon erop. Zeg, als jullie nou, gaan jullie ineens door of zitten jullie ook gewoon langs de kant van de weg op een gegeven moment? Nou... Je hebt toch je rusttijd nodig en drinken en eten moet je, anders dan recht helemaal niet. We zijn nu echt aan een rustpauze toe. Hebben jullie met mensen afgesproken ook onderweg, dat je zegt van ik wil zo af en toe eens iemand zien of ik kwam net iemand tegen die zei tegen iemand van ik ga weer verder naar Franeker, hè? Tot straks. Nee, dat niet. Ik heb alleen mijn vrouw even gebeld. Hebben we geen familie hier zitten? Nee. Vanaf het parcours zo? Ik heb een briefje aan iemand gegeven, iemand die aan de kant stond, met een gulden erbij. Dus. Nou, ga dan maar weer door, want anders komt er nooit meer wat van natuurlijk. Hè? Succes. Oké. Heel worden wel, hè? Het is 14:15. De Elfstedentochten-uitzending gaat verder. Wij, de televisiemakers, hebben vaak gezegd van je hebt in feite twee Elfstedentochten. De wedstrijd, maar dan gaat er de schuif op en dan begint het grote feest door Friesland heen. Maar die toerrijders behandelen we in feite nu net zo als de wedstrijdrijders. De helikopter is in de lucht en we gaan kijken wat zich in de toertocht nu allemaal afspeelt van boven en van beneden. Kom jongens.
Dit zijn beelden van de toertochters bezig op het traject van de Vinkemervaart. Dus bezig in het noordelijke deel van het Elfstedentraject. Bezig daar waar ze de zekerheid heen feiten hebben dat ze op tijd in Leeuwarden zullen komen. Zij immers zijn op weg voor de eerste keer naar Bartlehiem. Dan nog even op en neer naar Dokkum, terug via Bartlehiem en naar Leeuwarden. Dat moet kunnen. De Vinkemervaart op dit moment bereikt hebbende, ben je er bijna zeker van dat het allemaal dik in orde gaat komen. En u ziet dat het niet allemaal mensen zijn die in groepjes rijden. Daarvoor rijdt er gewoon zomaar iemand op zijn eentje. Kan zijn dat hij in zijn eentje is gestart of dat hij zijn metgezel inmiddels is kwijtgeraakt. Dat is allemaal mogelijk. Maar ook zij zijn bezig met het neerzetten van een sportieve prestatie. En kijk eens, de gang zit er goed in. Ja hoor, deze gaat het zeker halen. Keurig. Nou, het is echt een toertocht, hè? Voor het plezier en je ziet het eraan af ook. Ze krijgen natuurlijk straks dat lastige stuk van de Dokkumer E nog voor hun kiezen. Dat wel, daar waar het ijs zo slecht is. En een vriendelijke groet kan er ook altijd wel af. De stemming is opperbest, waarneembaar opperbest. Hoppa! En is dat Tommy Gustafsson? Dacht het even. Nee, geloof dat het hem niet is. Hij leek er een klein beetje op. Dat is opvallend te zien. Ja, misschien werd ik beïnvloed door het feit dat hij bijna ten val kwam. En kijk, hier is even, het lijkt wel een demarrage. Als zodanig is het niet bedoeld. Iedereen rijdt zo zijn eigen tempo in de toertocht. Dat is ook het beste wat je kunt doen. Ja, en eigenlijk is dit nog eens wat anders. Hè? Want die wedstrijdrijders in hun flinterdunne wedstrijdpakken. Deze mensen gewoon met volle bepakking, rugzak op de rug, alles bij de hand. En schaatsen maar. De echte massaliteit zoals we die daarnet bij de Kluunplaats in Bolzwart zagen, is hier nog niet. Dat kan ook nog niet, want verreweg het grootste deel van de toertochters moet hier nog komen op de Vinkemervaart. En als we hier bijvoorbeeld over een uur of twee nog eens weer naar terug zouden gaan, dan zou de Vinkemervaart ongetwijfeld het beeld geven van een vaart volgepakt met schaatsenrijders. Dat is nu nog niet het geval. Groepjes hier, groepjes daar, op weg naar Bartlehiem. We verlaten de mannen die de vaart er goed in hebben. We gaan naar de gezelligheid. We zoeken een stad op, een beetje meer terug in het parcours. We komen in Harlingen. Ruud. Een rood groot jas. Een rode jas aan, zo snel als ik. Met Marlboro erop. Ja. Hij had zijn schaatsen uit, dus hij moest er nog aantrekken. Oh. Ja, ja. Elfval. Ja, hij is een aantal, meneer Toornsen. Wat? Ja, we zijn hier in afwachting van de komst. We zijn de koninklijke hoogheid prins Willem-Alexander. Maar of hij ook komt, dat weten we helemaal niet. Ik heb zelfs geen idee hoe hij gekleed gaat. Dus we zullen eens kijken of we hem uit de menigte of in de menigte hier kunnen ontdekken.
Wat ik begrepen heb, zou je hier al op het ijs van de Zingels zijn. Maar wat dat betreft zijn er vanmiddag al zoveel verschillende informaties hier bij ons gekomen. Dat we dat niet echt zeker weten. We kijken het toch nog even hier aan. Want hij zou, zoals gezegd, net al even bij de Kluunplaats zijn schaatsen hebben aangetrokken. En dat betekent dat hij dan nu hier op de Singel zou moeten rijden en zich hier bij deze stempelpost moet melden. Nog los van het feit of hij dan ook bereid is om ons een interview toe te staan of een kort gesprek. Maar daar gaan we dus maar even naar kijken of dat ook lukt, terwijl hier aan de zijkant het orkest vrolijk doorspeelt. En zo hoort het natuurlijk ook bij een elfstedentocht. En wij in afwachting zijn van een koninklijke deelnemer. Blijkt dat een koningskind in schaatskleren moeilijk te ontdekken is. We gaan naar de rijdende mannen op de Vinkemervaart. Daar zit de vaart nog lekker in. Stel je voor dat hij daar eens bij zou rijden. Hoe hou je hem dan staande? Steeds meer toerijders bevolken het traject van de 14e Elfstedentocht. En Heinze zei net al zware bepakking. Dat is een lege term, maar het is zeer juist. Want iedereen heeft veel meegenomen. Net in de wedstrijd hebben we vele helpers van grote favorieten langs de kant zien staan met etenszakken. Deze mensen moeten ze allemaal zelf meenemen. En ze maken daar ook een hele wetenschap van. Ze beginnen natuurlijk vlak voor de tocht met voedsel vol van koolhydraten. Daar kun je lang op teren. De verhalen van de pakken bami en de havermouten, de spaghetti, zullen u ongetwijfeld bekend in de oren klinken. En verder hebben ze dan sportdrankjes met veel suiker erin, glucose. Iedereen weet ongeveer wel wat van redelijk goede voeding. Krentenbollen, brood, muesli-repen, noemt u het maar op. Dat soort dingen neemt iedereen toch wel mee. Af en toe ook mensen met baarden die niet zozeer onder het ijs zitten. Dat is opmerkelijk. Wel wat wits in deze baard, maar het kan ook gewoon grijs haar zijn. En die heeft zijn schoenen gewoon meegenomen. Herinnert u zich de beelden nog van Jan Kooijman vorig jaar in de Frieslandhal op zoek naar zijn gympies, zoals hij toen zei. Deze mensen zijn verstandig, weten dat ze lange kluuntrajecten moeten afwerken en nemen dan gewoon die schoenen mee. Lekker in zo'n groepie. Het platte Friesland. Met al het zand op het traject zou er misschien een tweede Vaalse berg geconstrueerd kunnen worden. Al dus Wim Westerveld vlak na de finish hier op de Bonkenvaart. Het is misschien waar. Maar verder is dit Friesland zeer vlak. Beelden nog steeds van die Vinkemervaart. We gaan snel door naar Harlingen-Ruud. Weet je wie het is? U moet ermee leren leven, denk ik, hè? Ja, het is vervelend. Ik moet doorgaan nu naar Leeuwarden. Wel, de koninklijke hoogheid, prins Willem-Alexander op het ijs van de Singel. Precies, kort, hè? Precies. Spijtig dat ik geen schaats. Hoe bevalt het toch u tot nu toe? Perfect. Ja? Ja. Kreeg u makkelijk vrij van uw baas, de koninklijke marine? Ja. En voor sport altijd. Uitstekend. Dus het is een erg goede zaak. Haalt u Leeuwarden? Ja, ik hoop het. Ja. Het is natuurlijk erg vervelend om zo op deze wijze te worden lastiggevallen, maar u moet ermee leren leven, denk ik, hè? Ja, het is vervelend. Ik moet doorgaan nu naar Leeuwarden.
Hij gaat nu Harlingen uit en dan komt hij dus nog achterin volgens Jan Stekelenburg, Kees Jansma, Ruud Hendricks en Willem Bemboom tegen. En dan hier misschien nog Evert. Nog een lange dag voor hem.